Lekker gezwommen vandaag of toch maar rustig in de achtertuin gebleven? Het was net geen officiële tropische dag. Goedenavond, dit is Gelderland Vandaag. Van de ruim 1300 huishoudens zitten er nog steeds enkele tientallen zonder gas in de Apeldoornse wijk De Sprenkelaar. Ook tijdens Pinksteren wordt er nog hard gewerkt om iedereen in de wijk weer aan te sluiten. De storing duurt nu al meer dan een week. In winkelstraten stikt het van de schoenen, elektronica en modezaken. Doetinchem kan volgens de middenstand wel een impuls gebruiken. Ik vind eigenlijk dat er gewoon wat meerdere speciaalzaken moeten komen, waardoor mensen denken we moeten naar Doetinchem. En wat heeft Frans Bauer te zoeken op het Arnhemse Dance Festival Free Your Mind? Laat je gaan, kom op, hup, 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 skiffie halen. ...1200 van de 1300 huishoudens van de Apeldoornse wijk De Sprenkelaar hebben weer gas. Dat heeft netbeheerder Liander vanmiddag bekendgemaakt bij een persconferentie. En daarmee komt er een einde aan de grootste gasstoring van de afgelopen 10 jaar. Vorige week vrijdag braken de gasleiding en een waterleiding. Niet door graafwerkzaamheden zoals aanvankelijk werd gedacht, maar wat de oorzaak dan wel is, is nog niet duidelijk. Nee, er waren geen graafwerkzaamheden, dus dat is in ieder geval de oorzaak niet. En we zijn samen met waterleidingbedrijf Vitens zijn we aan het kijken wat de oorzaak dan wel is geweest. Meer dan 1300 huishoudens zaten door het lek zonder gas. Monteurs werden uit het hele land ingevlogen om de leiding te repareren. Liander besloot meteen om een vergoeding uit te keren aan gedupeerden, maar dat loopt inmiddels behoorlijk in de papieren voor de netbeheerder. De schadevergoeding gaat richting de miljoen en ja, de werkzaamheden moet u denken aan tonnen. Sommige gezinnen zitten al meer dan een week zonder gas. Toch zijn de gemeente en de netbeheerder vol lof over de monteurs, maar ook over de inwoners. Die zetten de schouders eronder en klagen nauwelijks. Nou ja, je hoort natuurlijk wel eens dat we in een maatschappij leven die erg afstandelijk is. En waar men niet meer omkijkt naar elkaar. Ik heb hier in ieder geval mogen ervaren de afgelopen week zelfredzaamheid. Ja, eigenlijk samenredzaamheid. En dat is toch goed om te constateren. Ongeveer 60 mensen waren niet thuis toen de monteur langskwam. Ze hebben een brief gekregen waarin wordt uitgelegd dat ze het storingsnummer kunnen bellen. De monteur komt dan de leiding naar hun huis schoonmaken. Liander is nog tot maandagavond 9 uur aan het werk in de wijk. Doetinchem als winkelstad wordt ernstig bedreigd als er niets gebeurt aan het winkelbestand. Het aanbod is te eenzijdig en ondernemers moeten zich meer op de vergrijzende bevolking richten. Dat is de conclusie van een jaarlijks onderzoek naar de aantrekkelijkheid van binnensteden. Bureau Q&A onderzoekt jaarlijks 60 gemeenten op hun aantrekkelijkheid als winkelstad. Doetinchem loopt gevaar omdat er te veel winkels zijn in combinatie met een vergrijzende bevolking. Met name modewinkels en elektronicazaken zijn oververtegenwoordigd. De ondernemers zien de problemen, maar zetten wel hun vraagtekens bij het onderzoek. Ja, nou, daar ben ik niet helemaal met het rapport eens. We hebben wel heel veel winkels dicht bij elkaar. Doetinchem heeft van oudsher stadsmuren. En dat wordt ook wel het ei genoemd. En daar zitten alle winkels binnenin. Dus we hebben wel een heel compact winkelgebied. Daar zijn we eigenlijk heel blij mee, want je bent overal heel erg snel bij. Winkels zitten dicht bij elkaar. Het geeft alleen wel een hoge druk, veel winkels op een klein gebied. Maar de ondernemers zitten niet stil. Het aanbod wordt al meer aangepast aan de vergrijzende bevolking. Maar dat mag volgens sommigen wel wat beter. Ik ben 5 winkels af geweest voor een broek. Ja, een katoenen broek. Normaal, een normale broek, hè. Ja. Geen legging of zoiets. En sowieso geen witte. Gewoon echt de winkel, de kleine winkeltjes, gewoon de particuliere, weet je wel. Niet de grote concerns met de grote merken, maar ook meer de kleine winkeltjes. Die verscheidenheid krijg je daar. Ja, dat lijkt mij. Met name de modebranche zou oververtegenwoordigd zijn. En het internet is een bedreiging. Inmiddels wordt bijna 15% via het web aangeschaft. Leegstand ligt op de loer, maar er liggen ook kansen. Bij heel veel bedrijven zie je dus dat ze naast hun fysieke winkel ook een webwinkel hebben. En dat ze met die webwinkel weer proberen de mensen naar hun fysieke winkel te trekken. En zelfs bij de grootwinkelbedrijven of de bol.com zie je dat ze echte winkels krijgen. Is Frans Bauer overgestapt naar een ander genre? Je zou het bijna denken, want vandaag was de populaire volkszanger op het Arnhemse Dance Festival Free Your Mind. Frans Bauer trad er niet op, maar verrichtte op ludieke wijze de opening. Er is vanaf nu het festival geopend met de officiële Frans Bauer skippiebalrace. Laat je gaan, kom op, hup, 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 skippieballen. Met een heuse skippiebalrace opent Frans Bauer het 11e Free Your Mind Festival.
Een evenement voor de pure liefhebbers van techno, trance en house. En dan verwacht je natuurlijk geen volkszanger. Maar vanwege zijn nieuwe single Skippy Ball leek de organisatie het een leuk idee om hem naar Arnhem te halen. We wilden gewoon iets doen wat echt heel gek was, wat niks met Free Your Mind te maken heeft. En hij vond het leuk om te doen, dus ja, dus denken we nou, dat doen we daar gewoon, dat is toch leuk. En dus staat Frans Bauer ineens op een dancefestival. En eigenlijk vinden de bezoekers dat best grappig. Top, ja, we hebben wat foto geweest, dus helemaal leuk. Ja, gezellig. Ja. En wat vindt Frans er eigenlijk zelf van? Het is ook wel hartstikke leuk om zo'n jongerenevenement wat hier plaatsvindt te mogen openen met je eigen skippyballenrace. Ja goed, echt hartstikke te gek. Maar of iedereen op Free Your Mind op Frans Bauer zit te wachten? Dat twijfel ik, maar op zich is het leuk dat hij het opent. Maar binnen het festival past hij niet helemaal, denk ik. Een paar dagen en dan gaat het los, het WK voetbal. De Theemansstraat in Doetinchem is er in ieder geval klaar voor, maar niet zonder slag of stoot. We kunnen beter eerst eromheen doen, jongen, en dan die klomp eroverheen. Zometeen het persoonlijke verhaal van een 46-jarige William Slotboom. In Voorst heeft een bejaarde vrouw een inbreker betrapt. Toen ze hem probeerde te stoppen, raakte ze licht gewond. De 80-jarige vrouw was in de tuin bezig. Toen ze haar woning binnenging, trof ze de inbreker met haar spullen. Bij de worsteling die daarna ontstond, raakte ze gewond. De inbreker ging er in een zwarte Volkswagen Golf vandoor. Het is warm en heel veel mensen zijn vrij. Gelderland geniet van het mooie weer. Vooral bij de recreatieplassen is het druk. Want wat is er nou fijner dan bij deze hitte een lekkere duik in het water te nemen? Vrijwel iedereen wil maximaal genieten van het zomers weer. Daarom trekken veel mensen naar het strand of naar recreatieplassen. Zoals bijvoorbeeld hier bij de Meent in Beuzichem. Maar omdat de zonnekracht vandaag groter is dan normaal, moeten er ook voorzorgsmaatregelen worden genomen. Veel drinken, in de schaduw zitten en natuurlijk goed insmeren. Ik heb beschermingsfactor 50 bij me en 20. En ja, 50 is mede namens voor mijn kleinzoon, dat hij goed ingesmeerd wordt. En als je wat gebruind bent, dan kan je 20 gebruiken. Maar ik denk dat we gemiddeld een beetje om de 2 uur smeren. Ja, dat is toch wel heel belangrijk. En wie het echt te warm krijgt, springt natuurlijk gewoon het water in. Het begon ooit op een klein weiland met een optreden van Herman Brood. Maar nu, 25 jaar later, is het Achterhoekse festival Huntepop uitgegroeid tot een begrip. En dus werd het tijd voor een boek, geschreven door een van de meest trouwe festivalbezoekers. Vanaf het eerste jaar voel ik mij al ermee verbonden, zeg maar. Meteen het eerste jaar ben ik geweest. Guido Cobessen werd geboren in Varsselder, het dorp waar Huntepop al vanaf het prille begin wordt gehouden. Hij was er bijna altijd bij en maakte in die jaren een hoop mee. Zijn ervaringen zijn nu verwerkt in een boek dat gisteravond in de Dru Cultuurfabriek in Ulft werd gepresenteerd. Komend najaar is de 25e editie van Huntepop. Een klassieke kapperszaak, exclusief voor mannen. Die is er sinds vandaag in de Arnhemse wijk Klarendal. En de eerste klant was meteen een bekende Arnhemmer. In een ouderwetse Amerikaanse slee meldt de eerste klant van de barbershop zich. Voetballer Theo Jansen wil ze graag laten kortwieken en verricht meteen maar even de opening. De voormalig voetballer van Vitesse neemt plaats en de schaar gaat erin. Het is helemaal te gek als je een zaak in Klarendal kan openen in Arnhem. Dat een held, voetbalheld zoals Theo dat wil openen. Ja, ik denk dat dit een toevoeging is voor Klarendal en voor Arnhem. Wij vinden dat het ambachtelijke vak van herenkappen, of barbier, of hoe je het ook noemen wilt, dat is verdwenen. En wij willen dat we op deze manier weer terugzetten. Als je op televisie komt, dan wil je er altijd een beetje verzorgd uitzien. En, ik ging al elke 2 weken naar de kapper, dus dat zal nu niet minder worden. En Jansen moet er tiptop uitzien, want de komende weken is hij analyticus op tv bij het programma VI Oranje. Ja, er zijn een ingespeeld team en die praten vooral veel samen, dus ik ga proberen om daar af en toe tussen te komen. Er was bijna geen straat te bedenken die tijdens een WK of EK voetbal meer oranje was dan de Theemansstraat in Doetinchem. Maar nu is dat anders. Door ziekte van gangmaker William Slotboom is deze straat deze keer maar sober ingericht. En dit tot groot verdriet van velen en niet in de laatste plaats William zelf. MUZIEK.
Theemansstraat in andere tijden. Er zijn zelfs prijzen gewonnen met de inrichting van de straat en er waren officiële sponsors. Maar gangmaker William Slotboom kan, omdat hij herstellende is van een ernstige ziekte, nu slechts coachen vanaf de zijlijn. Maar dan kan je beter eerst eromheen doen, jongen, en dan die klomp eroverheen. Het is allemaal net even anders. Gelukkig is er nog flinke hulp uit de buurt. En de zonen van William nemen voorzichtig het stokje van hun vader over. Als je eenmaal bezig bent, krijg je toch de kriebels om het over te nemen. En dat lukt ook wel. Ja, het begint raarder op te lijken. Had je niet zelf liever op die ladder willen staan, William? Ja, natuurlijk wel. Dit bleef hangen. Tot twee keer toe werd er bij William leukemie geconstateerd. Een grote inspanning leveren zit er voorlopig niet meer in. En daarom is de Oranjestraat de Oranjestraat niet meer. Waardeloos. Ja, onze organisator is ziek, dus kan het niet meer. Dat onze lieve heer nu zegt van ja, ik haal je, oké, dan is het jammer. Want tot nu toe wil hij me niet boven niet hebben. En dus wordt de Theemansstraat, nog zo goed als het gaat, versierd. Ik heb gezegd, ik moet doen wat ik doen kan. Ik moet genieten, dat is het leven. En ja, of je nu die ziekte hebt of niet, je moet verder. Prijzen winnen zal dit jaar wel een stuk moeilijker worden. Maar de Theemansstraat in Doetinchem zal ongetwijfeld weer aardig oranje worden. Ja, we zullen uitblijven, Blink. Dat weten we zeker. Dat blijft niet weg. Ja, en wat het weer de komende dagen gaat doen, hoort u van Jordi Bloem. Een stralend begin van deze zaterdag. Vanochtend volop zonneschijn en de temperaturen liepen snel op. Het werd vanmiddag zo rond 28 graden. En vanmorgen al de eerste mensen hier aan het water. Langs de Rijn bij Renkum. Ja, het was ideaal weer om langs en op het water te vertoeven vandaag. En in de loop van de dag was er onweersdreiging van boven Frankrijk. We zagen een storing onze kant op komen. De bewolking, de sluibewolking, de middelbare bewolking begon al vrij snel toe te nemen in de loop van de ochtend en vanmiddag. Ook in Gelderland slipte de lucht deels dicht met wolken. En van boven België en Frankrijk zijn dan een paar regen- en onweersbuien onderweg naar de provincie. Maar het zal niet bui na bui zijn, ook niet komende nacht. Maar verspreid een enkele regen- of onweersbui. Voor de rest ook wel wat opklaringen tussendoor. En met weinig wind koelt het uiteindelijk af tot 15 graden. Ja, het is een behoorlijk milde nacht. En morgen dan wordt het minder warm dan vandaag. En het is onstandvastig met wolkenvelden, maar zo af en toe ook wel een paar brede opklaringen. Komt de zon leuk tevoorschijn. 'S Ochtends kan er al een buitje vallen. En vooral later op de dag wordt de kans op een lokale pittige onweersbui groter. Vooral in het oosten van de provincie, zo in de richting van de Achterhoek, misschien ook het Rijk van Nijmegen. Daar is de kans op een onweersbui later op de dag het grootst. Het wordt morgen dus minder warm dan vandaag. Vanmiddag werd het zo rond 28 graden in Gelderland. En morgenmiddag al wordt het rond 24 graden. Verder staat er weinig wind. Nou, maandag en dinsdag ook dan risico, vooral in de middag, op een aantal regen- en onweersbuien. Maandag wordt het weer behoorlijk warm, 28 graden. Vanaf dinsdagmiddag temperaturen weer rond 24 graden. En na dinsdag waarschijnlijk droog, woensdag en donderdag, en veel zonneschijn. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat na een week nog zo'n kleine 100 huishoudens in de Apeldoornse wijk De Sprinkelaar op een gasaansluiting wachten. En dat je op het Free Your Mind Festival vandaag mee kon doen met de Frans Bauer Skippy Race. Dit was het. Fijne zomersavond.